Het is eigenlijk altijd een soort uit de hand gelopen hobby gebleven, waardoor ook die hele zakelijke kant ervan ben ik ook super slecht in eigenlijk. Maar ondertussen is kledingdesigner Nout Verbouquet booming onder bekende hip-hopartiesten, zoals ADF Semsky, Joost Klein en Ronnie Flex. Ik tekende altijd al op mijn kleding. En ik vond altijd al wel dat in winkels of zo dat het niet, ja, dat het niet vet genoeg was. Dus vanuit daar ben ik gewoon mijn eigen dingen gaan aanpassen en bewerken. En toen kwam daar een soort vraag naar over de jaren heen. Die rauwheid van wat Heerle heeft, dat probeer ik er ook in te houden. Ja, ik kom hier gewoon vandaan en ik heb hier gewoon mijn jeugd gedeeltelijk doorgemaakt. Het is wel maar een klingmoord, hoor. Ja, hij heeft toch, ik weet niet of hij dat verteld heeft, wel veel school verzuimd. En ja, wel eens op het station slaapt, maar dat hoor je dan eigenlijk pas later allemaal. Maar hij heeft zich ja, eigenlijk zelf ontwikkeld, toch? Oh, wat leuk. Ja. Hoe was het nou als kind? Heel eigenzinnig eigenlijk. Hij ging zijn eigen weg en had bijvoorbeeld al om een voorbeeld te noemen. Met carnaval kwam hij opeens en toen wilde hij als meisje gaan. En toen had ik zoiets als meisje. En hij ging als meisje. En voor wat is dat? En hier ga ik een poncho van maken voor Ronnie als hij moet optreden. Hij was daar wel in zijn mode of in zijn kleren bewust dat hij niet dezelfde weg wilde gaan als iedereen. Hij wilde daar al een beetje ja, niet bij horen. Kijk, hier kan je in principe gewoon naar een veld toe gaan en een reef gooien. En dat mist heel erg in de wereld waar ik groter ben. Dus zeg maar, in de Randstad zijn er meer ogen op mij dan dat het hier is. Maar ik breng wel dat wat ik hier geleerd heb en wat ik hier heb meegekregen, dat probeer ik er wel in te houden. Ik ga niet soort van doen alsof ik iemand uit Amsterdam ben. Je hebt op heel veel plekken gewerkt, je hebt op verschillende plekken geëxposeerd. Nu ben je hier in Heerlen, vanavond rond je verblijf deze plek af. Maar ik heb begrepen dat je nu helemaal weg bent uit Heerlen. Zeker niet, hoor. Ik blijf van tijd in Heerlen. En als Heerlen niet naar de Randstad komt, dan komt de Randstad wel naar Heerlen. Bij dit sluitingsfeest van deze expositie waar we nu staan, komt bijvoorbeeld Ronnie optreden. Wat voor mij echt gewoon een jeugddroom, dat ik dat kan, ja, dat kan. Dat is gewoon crazy. Nou, het ziet zichzelf niet als zakenman, maar als verbinder. Ik vind het heel leuk om evenementen te doen. Om gewoon een soort van die community bij elkaar te brengen. Ik denk dat dat een hele goede balans is. Dus die muziekwereld en de kleding die ik doe, ik denk dat daar een goede overbrugging in is. Ik denk dat het heel belangrijk is om mensen een plek te kunnen bieden op bepaalde momenten.